In deze video gaan we een andere opgave bekijken en uh, deze opgave gaat over een draad dat in de vorm van een cirkel is gelegd en dat is hier uh, dik weergegeven. En van het draad krijgen we gegeven dat het 1 meter lang is en dat het een weerstand heeft van 1 ohm. Op het draad gaan wij twee uh, contacten aanleggen die in verbinding staan met de batterij en de batterij levert een spanning van 1 volt. Eventjes uh, tussen haakjes de weerstanden van de de snoertjes die naar de cirkelvormige draad lopen, die gaan we gewoon verder verwaarlozen in ons verhaal. We gaan ons alleen richten op uh, het draad en de weerstand van het draad, en ook op de vraag die gesteld wordt, namelijk we moeten een uh, formule gaan afleiden voor de totale stroomsterkte die gaat lopen uh, door de batterij. Uh, en dat noemen we I totaal. En die totale stroomsterkte die hangt dus blijkbaar af van de punten waarop je die twee contacten legt. Op die uh, cirkelvormige draad. Uh, in de formule zie je dat er een x staat. Nou, die x uh, is uh, de kostenafstand tussen die twee contactpunten. Op het moment dat we weten dat de draad 1 meter lang is, kunnen we ook zeggen dat als het ene stuk draad x meter is, dat dan het andere stuk draad 1-x meter is. En omdat de weerstand van het draad ook precies 1 ohm is, kunnen we eigenlijk ook zeggen dat uh, Elk meter draad gelijk is aan 1 ohm. Daarmee kunnen we ook zeggen dat x meter draad gelijk is aan x ohm en 1 min x meter draad gelijk is aan 1 min x ohm. En uh, daar gaan we gebruik van maken. Wat gaan we namelijk doen? We gaan gebruik maken van uh, de stroomwet van Kirchhoff. Die luidt als volgt: als ik naar een punt kijk uh, en ik neem uh, dit gele punt op mijn uh, cirkelvormig draad, dan moet er evenveel stroom inlopen als dat eruit gaat. Nou, als ik kijk naar de situatie uh, bij het punt, dan komt er een stroom in. En die stroom heb ik i totaal genoemd. Dat is de stroom die de batterij levert. Die stroom zal zich splitsen in twee takken. In i1 met de klok mee en i2 die gaat door het draad tegen de klok in. in. Uh, en wat moet er gelden volgens uh, deze stroomwet van Kirchhoff? Uh, dat is het volgende: dat de totaalstroom die erin komt gelijk is aan de twee deelstromen die eruit lopen bij dat punt. Waarbij uh, onze vraag eigenlijk uh, al een beetje uh, veranderd is: uh, namelijk uh, in de vraag, kunnen we iets zeggen over die twee deelstromen? Nou, dan gaan we eens even kijken of ons dat lukt. Uh, want we kunnen sowieso uh, zeggen dat altijd geldt dat de stroom gelijk is aan de spanning gedeeld door de weerstand. Bij allebei de deelstromen geldt dat er een spanningsverschil is van 1 ohm. Of ik nou de korte weg pak of de lange weg langs het uh, stuk draad. Ik moet uh, in totaal 1 ohm spanningverlies uh, tegenkomen. Dus U is in beide gevallen 1 ohm. Uh, en de weerstand R, ja, daar heb ik ook al iets over gezegd. Want die weerstand R is eigenlijk gelijk in deze situatie aan de afstand x. En hiermee kunnen we dus meteen iets zeggen over de grootte van deelstroom I1. Die moet dan namelijk gelijk zijn aan U gedeeld door R, oftewel 1 gedeeld door x. En voor I2 geldt dat dat gelijk moet zijn aan 1 gedeeld door 1 min x. Ik wil de totaalstroom weten. De totaalstroom is de som van beide deelstromen. En ik moet nu dus deze twee breuken met elkaar gaan optellen. Nu weten we al dat je breuken kunt optellen als de noemers gelijk zijn. En ik ga nu door middel van elke een, een standaard truc ga ik de noemers gelijk maken. Kijk maar eens wat ik doe. Bij de linkerbreuk vermenig ik boven en onder maal 1 min x tussen haakjes. En bij de rechterbreuk vermenigvuldig ik boven en onder maal x. En uh, voilà, ik heb de noemers gelijk gemaakt. En ik kan nu de tellers bij elkaar optellen. En als ik dat doe. Uh, dit is iets, iets wat netter opgeschreven dan net, maar eigenlijk staat er precies hetzelfde. Als ik die tellers bij elkaar optel, dan zie ik dat er iets grappigs gebeurt. Er staat er namelijk boven de streep 1 x plus x, en dan hou ik dus 1 over. En ik heb precies uh, aangetoond dat de formule die uh, gegeven was, dat die inderdaad geldt voor de totaalstroom bij de weerstand van de cirkel. En je kunt dus mooi zien dat wanneer je x verandert, dat je dan ook de totaalstroom verandert, zou je x 0 maken of gelijk aan 1, want het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dan ben je eigenlijk de schakeling aan het kortsluiten en dan zul je zien dat de totaalstroom heel groot wordt.